Wij verzoeken u dit ons samen zijn aan te vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 116. En daarvan nader het 6e en 8e vers. 116 vers 6. Wij verzoeken u dit ons samen zijn aan te vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 116. En daarvan nader het 6e en 8e vers. 116 vers 6 en 8. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Ik was zeer bedrukt. Ik liet in haast mijn lippen door drift vervoerd. Deze harde taal ontglippen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Nu zou ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. Hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in z'Heere oog hun dood. 116 vers 6 en 8. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt
tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Thans vragen wij uw aandacht voor het gedeelte wat wij uit Gods woord wensen voor te lezen. En u vindt opgetekend in Hebreeën 11 de eerste 19 versen. Wij herzeggen u Hebreeën 11 van vers 1 tot en met 19. Maar vooraf doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kain. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Een beloner is degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid. Tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan
niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels. En als het zand dat aan de oever der zee is, twelk ontallig is. Deze al zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van ver gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gast en vreemdeling op aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij de belofte ontvangen hebbende, heeft zijn eerstgeborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem bij gelijkenis wedergekregen heeft. Tot zover. Dan zoeken we het dan samen het aangezicht des Heeren. Heren, zou u zo nederbuigend en onbegrijpelijk goed willen zijn om ons door den Heilige Geest te leren bidden. Want dat hebben we altijd weer opnieuw nodig. Dat u het ons eigenlijk door uw geest voorzegt. Want een recht gebed zal eerst vanuit de hemel gegeven zijn. Willen tot den hemel opklimmen. Want u wordt alleen toch maar verheerlijkt in uw eigen werk. En nu werden we verwaardigd om vanavond andermaal samen te komen rondom de kandelaar van uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Om dat woord met elkander te onderzoeken. Over zulk een gewichtige zaak, namelijk het geloof. En nu zouden we wel kunnen proberen om verstandelijk beschouwend het een en ander daarvan te overdenken met elkander. Maar heren, wat nut heeft dat op reis naar de eeuwigheid? Dan zouden we misschien wat kennis krijgen, maar kennis maakt opgeblazen. Heren, we zouden willen vragen om genade en om het licht der genade. Dat wil zeggen, we hebben nergens recht op. Het licht alles verbeurd en verzonden. Maar heren, we hebben uit vanmorgen zoveel moed gekregen.
om het andermaal weer te vragen. Ook al ligt het ook nu weer verbeurd en verzonderd, wetend en onwetend. We hebben altijd weer opnieuw nodig dat vlakke veld waardoor u altijd rijdt. Maar ook om te mogen luisteren. Heren, zou u dan alles wat u mishaagt en tegenstaat in ons hart en in ons leven weg willen nemen? Er kunnen ons zonden in de weg staan. Er kunnen ons zorgen in de weg staan. Noden, angsten, ja zelfs pijn. En daarbij komt, we hebben altijd wel iemand bij ons. Namelijk de duivel in ons hart, die met ons meekomt. En ons zijn influisteringen niet bespaart. En altijd wel zo proberen om het zaad uws woords, het zij bij de weg te doen vallen. Of onder de doornen, dat het verstikt wordt. Of op rotsachtige bodem, dat het niet zal opgroeien. Heren, komt er eens aan te pas en maakt eens plaats in ons hart en leven voor uw woord. Opdat uw kinderen het zouden mogen eten en mogen drinken. Dat is dat u, o lieve Heer Jezus, er het centrale punt in wilde zijn. Want uw vlees is waarlijk spijs en uw bloed is waarlijk drank. Ach, het verstand laat wel na die ware grond tot het weldoen op te merken. Maar door het geloof u te mogen proeven en smaken, gemeenschap te mogen hebben, u te mogen aanschouwen, u te mogen horen, om straks als we naar huis mogen te overdenken. Het was mij goed aan deze plaats te zijn geweest, want de Heere was in ons midden. En dat is zo'n zeldzaamheid en toch zo'n noodzakelijkheid, want anders blijven we bij de vorm zitten en de vorm is altijd toch de dood. Heere, zo ziet het alles op u en er blijft alles op u wachten. Ontsluit dan uw woord, zo Heere, door uw goddelijk licht. En maak in dat woord onze gang en trede vast. Breid ook uw koninkrijk uit onder onze kinderen, onze jonge mensen, maar ook de ouderen en de ouder vandaag. Weduwe en weduwnaar, bij het klimmen der jaren, in hun eenzaamheid, in hun vaak aangevochten harten. Wil nog eens tonen dat u weet wie ze zijn, waar ze wonen en wat eraan scheelt. Wees ook met hem die uw boodschap hoop te brengen, dat die boodschap ook verstaan mocht worden door hen die straks door de middelen der techniek dit woord zullen beluisteren. Misschien zijn er zieken bij, oude, aangevochtenen. Ach, dat er voor hun al nog eens een woord bij mocht zijn, dat er nog eens zaken verklaard mochten worden en dat door u. Door u alleen, om het eeuwig welbare. Niet door ons, misschien als middel, want wij zijn van gisteren, wij weten niets. Wij zijn enkel dwaasheid en totale onwaardigheid. Maar zo het u kon behagen, om door dit onmogelijke middel uw naam te verheerlijken, uw volk te stichten, uw koninkrijk uit te breiden
en alle werken des duivels te verbreken. Heere, dan zou de eeuwigheid daarvan gewagen. Amen. Wij zijn gekomen bij zondag 7 van onze Heidelbergse catechismus, waar gevraagd wordt, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik het alles voor waarachtig houde dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen, onze algemene, ongetwijfeld christelijke geloofs, in één hoofdsom leren. En dan krijgen we de 12 artikelen die wij u hebben voorgelezen. Deze zondagsafdeling handelt dus voor ons over het geloof. Voor we ertoe overgaan er met elkaar van te spreken, zingen we eerst nog uit Psalm 68, vers 10 en 14. Psalm 68, vers 10 en 14. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijs. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijn ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Godsraad, dat vermogen versterkt hetgeen gij hebt gevuld. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Dan passen uw naam ter eer. Om uw stempels wil, o Heer, de vorsten op u wenken. Zij zullen u van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren. Met geschenk 68, vers 10 en 14.
vorige week zondagavond gezien dat er maar één middelaar Gods is en de mens. Dat is Christus Jezus, dat wil zeggen gezalfde zaligmaker. Dat is eigenlijk de weg bij God vandaan, want bij de mensen was er geen uitkomst meer, niet waar. Want hoe zouden wij gedacht hebben aan zulke middelaar, zulke borg, die in ene waarachtig mens was, dat wil zeggen ziel en lichaam hebben, om te kunnen lijden en sterven, maar met een rechtvaardig mens, dat wil zeggen zonder zonde zijn. Dus dan moest er een mens geboren worden zonder een aardse vader, want anders had die erfschuld en zonde gehad. Maar diezelfde middelaar moest dus ook meteen waarachtig God zijn. Om de ontzaglijke toorn Gods tegen de zonde te kunnen dragen. Ik vind dat er in onze dagen veel te makkelijk over zonde en over vergeving gepraat wordt. Schijnt maar makkelijk te wezen. Men neemt Jezus aan en de zaak is in orde. Maar daar komt u toch bedrogen mee uit. Zul je nooit luisteren naar al die leugenaars. Ook niet die uit Amerika komen. Zo'n Graham en zo'n Osborne en zo'n Maasbach. Die is allemaal rechtstreeks uit Del. Jazeker. En hoe weet ik dat? Ze hebben Jezus nodig. De een heeft hoofdpijn, de andere pijn in zijn rug, de derde die heeft wat aan zijn benen. En ze worden allemaal zogenaamd beter. Maar wie heeft hem nou nodig voor de zonde en schuld? Nou, dat zou er misschien ook nog eentje wezen. Vooruit. Maar wie heeft hem nou nodig? Zoals we gezien hebben. Om niet alleen die welverdiende straf te ontgaan. En wederom toch genade te komen. Wie hoor je nog over het verloren beeld. Waarmee we versierd waren. In de staderechtheid. Dat beeld waar God rechtvaardig van ons blijft eisen. Het is zijn beeld. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Ach, het is allemaal zo ver weg. Zo ontzaggelijk ver weg. En nou krijgt het onderwerp van vanavond ook zijn betekenis. Recht op de man af, dat heb ik u al zo vaak gezegd, dat vind ik het aantrekkelijke van de catechismus. Ze is recht op de man af. Ze ontloopt de moeilijkheden niet, ze draait er ook niet omheen, ze stuurt je ook niet met een kluitje in driet. Nee, ze legt het eerlijk en open en bloot. En wat u ermee doen moet, moet u dan zelf maar weten. Het grootste voorrecht zou wezen als ik je naar God uitdreef. Nooit naar de mensen. Luister maar. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig. Gelijk zal in Adam verdoemd zijn geworden. En is het antwoord eerlijk op de man af? Nee, zei. Nee hoor. Er is geen algemene verzoening. Alle mensen worden niet zalig, in tegendeel. Eigenlijk is het ten opzichte van degene die verloren gaan, maar een klein kuddeke. Er worden er zelfs wel veel geroepen, maar er zijn er zo weinig uitverkoren. Wat dan? Wie worden er dan zalig? Eerlijk weer op de mens, op de man af. Alleen zij, die hem, luister eens, wat staat er nou? Die de Heer Jezus aannemen door het geloof. Wel, nee, dat staat er niet. Anders was het een verloren zaak, weet u dat? Want wij hebben van nature geen geloof.
En we hebben niks aan te nemen hoor. We hebben het alleen maar te krijgen. Neemt Gods volk dan nooit wat aan? Ja, zeker. Maar dan krijgen ze het eerst hoor. Alleen als ze het krijgen, dan nemen ze het aan. Kom er straks even op terug, hoop ik. Wie worden er dan zalig? Luister eens. Hoe schriftuurlijk. Nee, zij maar alleen diegene die hem door een waar geloof worden ingeleid. En dan al zijn weldaad daarmee. Want de toerekening, daar moet u nooit vergeten. De toerekening gaat aan het aannemen vooraf. We beleven zulk een gevaarlijke tijd. Vooral ook jonge mensen, let eens even op. Maar ook wel de ouderen. Het doorsnee kerkelijk leven in Nederland is aan het verzanden. Dat wil zeggen aan het ontaarden in sleur en in gewoonte. En dan zeggen vooral ook jonge mensen, het zegt je zo weinig en het doet je zo weinig. Er wordt maar gepreekt en het is altijd hetzelfde. Dat men gaat zoeken. Zoeken naar iets exclusiefs. En dan krijg je allerlei bewegingen die vanuit de hel op de loer staan. Pinksterbewegingen, vol evangeliebewegingen en noem maar op. Ik wil het eigenlijk allemaal nog niet eens zeggen. En die gaan de mens inschakelen. Die zeggen, ja, je kinderdoop, dat deugde niet. Je moest ondergedompeld worden. Waar halen ze de flauwekul van? Nou, wat is er voor verschil? Wordt in Gods woord ergens de mate van water bepaald waar ik mee gedoopt moet worden? En de Heilige Geest zijn geestesdwingers. In andere tongen spreken enzovoort. Maar je hoort nooit over schuld en over zonde. Ik heb van de week nog een brief gelezen van iemand uit onze kringen. Die zegt ijskoud in die brief. Totdat mijn ogen open gingen en ik te zien kreeg dat de leer der uitverkiezing onbijbels is. Nou, weet ik het niet meer. Dan zeg ik ja, nou ga ik het steeds meer geloven. Ik wist het al wel. Dat er veel meer mensen rondlopen die door de duivel bekeerd zijn dan die door God bekeerd zijn. De leer der uitverkiezing, de grondslag van het heilige evangelie, is jouw onbijbels wezen. Ik zou zo teksten kunnen noemen als een golfstroom. Waarin het bijbelse van de uitverkiezing naar voren kwam. Als er geen uitverkiezing was. Was er nooit geen mogelijkheid om zalig te worden. Want de kerk is in Christus uitverkoren. Van voor de grondlegging der wereld. En al diegenen die van eeuwigheid in die bundel der levenden gebonden zijn. En lees ik dan niet in openbaringen. En wie er namen geschreven staan. In het boek des levens. Daar zal God voor zorgen dat ze er komen. Dat moet er vandaag aan de dag uit. Maar dan heb ik geen leven meer. Kun je van mij de kerken sluiten. Dan is er geen evangelie meer. Dan is er geen boodschap meer. Dan is er geen blijdschap meer. Dan is er geen leven meer. Dan is er niks meer. Kijk. Ik weet niet wat er zo'n beetje in jullie omgaat. Ik zeg het zomaar eventjes. Misschien krijg je ook die bedriegers en die leugenaars bij aan huis. Misschien heb je ze ook in je familie. En weet je wat zo erg is? Misschien kun je er ook niet tegenop. En dat is dan uw eigen schuld. Want je had wel belangstelling voor allerlei boeken en voor alle romannetjes. Maar de dichter zegt, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Je hoorde ermee te spelen.
Joden ze vast te kunnen zetten. Er is geen belangstelling meer. Praktisch niet. We gaan hierheen, we gaan daarheen, we doen zus en we doen zo. Maar dat goddelijk woord en dat getuigenis. Ja, en dat het je dan niks meer zegt en dat het je dan niks meer doet. Hebben je knieën wel eens ervoor gebogen. En dan niet zo, zoals u het wil. Maar gevraagd, Heere, leer u me eens bidden. En mag ik dan uw woord verstaan? Want het is niet droog. En het is niet afgezaagd. Luister maar. Worden alle mensen zalig? Nee. Nee, hoor. Dat is wat. Denk daar nou eens over na, mijn geliefde. Ik vind dat helemaal niet droog. En ik vind dat helemaal niet afgezaagd. Daar moet je eens goed over nadenken. Dat er een volk is dat zalig wordt. En dat er mensen zijn die verloren gaan. Om jezelf te onderzoeken. Waar of dat je nou bij horen mag. Dichter zegt de doelgrond en kent gij mijn hart, o Heer. En laat je door mensen wat ik je bidden mag. Alsjeblieft niks wijs maken. En dan nog geen waarschuwing. Houd dat in de gaten wat er het allerdichtste bij komt. Dat is het levensgevaarlijkste. Want dat lijkt er zo op. Maar het is niet. Nee, zij, maar alleen degene die door een waar geloof hem worden ingeleid. Hey. En daar ben ik zo blij mee. Want dat woord worden, dat verklaart ons eigenlijk dat iemand die door Gods geest bearbeid is en wordt een lijdelijk voorwerp is. Ja, daar springt de hele natuur van de mens tegenop te zeggen, ze hebben weer die prediking van die dode lijdelijkheid. Ja, maar wat wou je anders? Mag ik even praten? En zou je dan even rustig na willen denken? Logisch, ga ik met je redeneren. Kan u er wat tegen inbrengen? God heeft gezegd, de ziel die zondigt, zal de dood sterven. En vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In hetgeen geschreven staat in het boek de wet om dat te doen. Dus, dood liggen we. In de zonde en in de misdaden. Wij zijn geestelijk dood. Niet waar? Of denkt u van niet, gaat dan naar huis, heb ik geen boodschap voor u. Zo is het toch? Dood. In de zonde en in de misdaden. Wil ik rechtstreeks een vraag stellen. Heb je een lijk wel eens wat zien doen? Het is hard. Het is scherp. En ik vind dat nodig is dat uw gedachten leven. Dat uw kennis van de grondsleggen der waarheid wordt opgescherpt. Heb je een lijk wel eens wat zien doen? Ik niet. Wel geroken. Gelukkig de mens die zichzelf gaat raken. Daar komen we nog wel eens op terug. Worden ingeleid. Is dat dan een zaak? Christus ingeleid worden die van de mens uitgaat? Nee, want die mens ligt dood in zonden en in misdaden. Wil u de tekst erbij? Ik heb van de hemel nedergezien, zegt God. God zelf. Of kun je die ook niet meer geloven? Ik heb van de hemel neder gezien. Of dat er iemand was die God zocht. Zelfs hij nog niet van huis uit. David niet, de liefelijke in de psalmen. Zelfs Ezekiel niet en Daniel niet. Jesaja niet en Jozef niet. Er is nog nooit eentje geweest die God gezocht heeft. God liegt toch niet? Maar ik heb er niet één gevonden, zegt hij. Ze zijn er samen afgeweken. En dan staat er op de ene plaats onnut geworden. En op de andere plaats staat stinkende geworden. Dat wil zeggen,
Dat is de lijklucht van onze dood. Sta scherp, recht op de mannen. Dood, zonde. Wat moet zo'n dode zonde nou doen? Weet je wat hij kan doen? Daar kan je een bietbeentje van hebben in de kerken. Want je moet de jeugd trekken. Maar je haalt de hel binnen. Wat dacht u? Zouden we de zonde zo doen, zegt de apostel Paulus, opdat de genade des te meer worden? Moeten we het kwade gaan doen, omdat het goede eruit voort zou komen? Nee. Nou, in de zonde en in de misdaad. Ja, zeg je, maar wacht eventjes. We gaan verder. Nou, ik luister. Wat wou je zeggen? Ja, maar de Heere komt toch... Oh ja. Vertel u dan eens hoe. Vertel het eens. Nee, er niet omheen draaien. Vertel het. Kunt u een klein beetje nadenken? Iets in fantasie voorstellen? We gaan in gedachten naar een lijk. Dat ligt opgebaard. Het is nog maar net dood. Dus het is niet zo heel erg akelig. Nou, goed. Neem ik een schaal mee. Daar liggen druiven op. Er liggen bananen op, ik neem nog een bord mee met een malse biefstuk. En ik ga naar dat lijk toe. Desnoods maak ik in de vier hoeken van de kamer nog een luidspreker. Dat geweld er doorheen davert. Zeg, eten. Je moet eten. Het is het lekkerste, het is het beste wat er is. Je krijgt het voor niks. Je hoeft er niks voor te... Wat denk je dat er gebeurt? Wat denk je? Niks. Ik wil nog verder gaan. Ik wil die mond openbreken. Ja, schrik nou maar niet. U moet het weten. Ik ga die mond openbreken. En ik stop het desnoods met geweld naar binnen. U moet en u zal. Maar kom niet verder dan de mond. Er wordt niet geslikt. Ja. Zou je dat niet vergeten? Ook al zouden er dan nog dingen zijn die je niet begrijpt. Ja, maar wacht eens, dominee. Ja, zeg het eens. Hoe zit het dan met dat aanbod van genade? Mag ik het zeggen? Stel je maar voor, ik blijf waarbels op. Die dood staat van mij en van u. Van nature. Wordt geleken, vergeleken als iemand... Die ligt op de bodem van een pijloos diepe put. Er wordt gesproken een put of een kuil. Die ruist van jammer en ellende. Die diepe kuil, daar leg ik en u van natuur in. En dan gaan ze het zo mooi zeggen. Let eens op. Let op hoor. En dan komt een Heere met het aanbod van genade... En dan laat hij als het ware door de Heilige Geest, door die prediking van dat woord, de koorden der liefde zakken. In die put. Ja, daar ben ik het mee eens. Hij ligt rondom in die koorden. Koorden van liefde, waar de Heer zijn volk mee trekt. Ligt hij rondom. Er zal niemand om eigen, er zal niemand kunnen zeggen dat het Gods schuld is dat je verloren gaat. Maar nou komt het fijne puntje. Dan zeggen ze, ja maar, en dan moet je die koorden der redding aangrijpen. Ja, hoe vertellen, we waren toch afgesproken, u was toch dood? Niet waar, zie je het voor je? Daar ligt hij, dat lijkt, daar leg ik en daar lig ik. Rondom de koorden van Gods goede tierenheden. Die duren de ganse dag en die zijn alle morgen nieuw. En zijn Gods goede tierenheden dat we nog niet lang vernieuwd zijn. Hij zegt, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle geëinden de rijden, want ik ben God en niemand meer. Doe je mond maar wijd open. Dan zal ik u vervullen. Licht. Nou moet hij die koord aangrijpen. Nee, hij moet wel, maar wat gebeurt er? Denk u nog steeds na? Gebeurt het ook? Grijp ik dat evangelie aan? Wel, nee. Ik ben toch dood? Wat doe ik dan?
niks. Al word ik begraven onder koorden van redding. Ik stel het u expres kinderlijk eenvoudig voor, omdat het erin zou zitten en er nooit meer uitgaat. Dan denk erom, denk nog eens terug aan die preek, dat na het beest dat lam komt. Het lijkt op het lam, maar het spreekt de taal van het beest. Daarom zeg ik, wat er zo dichtbij komt, is zo levensgevaarlijk. Je kan er haast niet meer tegenop. En toch, daar ligt hij. Dood in de zonde, de misdaden. Er komt een Heer met de prediking van zijn woord, met het aanbod van genade. Zeg hem niks, doet hem niks. Ik roep u toch getuige, hoe oud ben u? Hoe oud ben u nou? En hoeveel preken heb je in uw leven al gehoord? Je hebt misschien liefelijke predikingen gehoord. Zoals bijvoorbeeld vanmorgen, vertroostend, rijk, rijk. U hebt misschien wel eens pittige preken gehoord. Dat het er spande. Dat je dacht, jongen, dat gaat niet goed met mij. Goed, het was toch allemaal liefde Gods. De een in het nodige, de ander in het waarschuwen. Maar wat heeft het nagelaten? Wat heb u gepakt? Zeg het maar eerlijk, niks. Want er viel niks te pakken. Een dode kan niet met al. Zonder mij kunt gij niets doen. Hoor je het? Ja. Daar ben ik zo blij mee. Waarom? Zal ik u vertellen. Anders zou ik, als ik zalig word, zou ik er ook nog wat aan gedaan hebben. Maar nee. Ja, maar hoe gaat het dan? Hoe gaat het dan, luister eens. Dat geloof waar het hier over gaat, dat wordt in de eerste plaats gewerkt door Gods woord. Dat is de aanbod van genade. Dat zijn die koorden der liefde. Zie je ze nog steeds in die put hangen? Maar ook door Gods geest. Niet alleen door het woord. En niet alleen door de geest buiten het woord om, maar Gods geest gepaard aan Gods woord. Hoe kom ik dan uit die put van dood, van zonde, van jammer en ellende? Als de Heilige Geest, als God de Heilige Geest, met die koorden afdaalt, in die put, mij aan die koorden vastbindt, ja, daar ben ik leidelijk in. Dat is een eenzijdig godswerk. En me er dan uithaalt. Uit die put is doods. Dat is leven. Dus dan word ik levend zonder dat ik het wil. Het is niet degene die wil, hoor je. Ook niet degene die loopt. Maar des ontfermende gods. En weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik het op de rand van die put. Voor God is een ogenblik uit zitten brullen. Dan moet ik zeggen, o God, wat heeft u bewogen? Duizenden bij duizenden anderen blijven daar liggen. In die doodstaat. Ze spelen wel kerkje hoor. En ze zingen wel. En ze praten wel. En ze zijn wel erg rechtzinnig. Maar nou dat kernachtige, dat praktische. Waarom? Waarom was ze op mij gemunt? Dus ik word alleen maar zalig omdat God het wil. Ja, maar dominee, werk u zo die dode leidelijkheid niet te veel in de hand. Ah, wat wou je? Zeg het dan maar, wat wou u anders? Door u alleen, om het eeuwig welbaren. Of wou u een lijk aan de gang zetten? Alleen dit. We zijn geestelijk dood, maar wat het natuurlijke betreft zijn we redelijke schepselen. En dan zouden we kunnen vragen, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. En dan net als die 38-jarige kranke wachten tot een Heere komt. Bij hem ging het om genezing. Als het bij u is mag gaan, om bekering. Nou, wat is nou geloof? Hij heeft de Heer hem eruit gehaald.
van dood levend gemaakt. Wat denk ik dat er gebeurt? Er wordt toch in het hart van zulke zondaar en zondares een liefde tot die God geboren. Dat kan toch niet anders. Hè? Als je ziet, mag ik het plat zeggen? Dat als de Heer je aan je lot had overgelaten, had je je liever dood gezondigd dan ooit naar hem te gaan vragen. En dan weet hij zich uit eeuwige goede tierenheid over u ontfermen. Zou je van die God niet gaan houden? Wat dacht je? Ja, ik zal eeuwig. Maar je zegt, maar dat is een kleintje. Op zo'n ogenblik zijn ze zo groot in de weldaden Gods, dat ze wel eens zo brutaal weg zingen. Ze hebben nog gelijk ook. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Wat is nou geloof? Dat is de ganse gesteldheid van dat nieuwe leven dat zich op God oriënteert. Geloof, dat is niet buiten God te kunnen leven. Geloof, dat is een innerlijk verlangen om met die God verenigd te worden. Ik denk aan het Griekse woord lofa, dat betekent hand. En nou is geloof de hand die zich naar God uitstrekt. Maar dan moet je levend mens voor wezen. Dat is nou toch bewezen. Uit die put uitgaan. En vanwege de liefde tot die reddende God, tot die levendmakende God, tot die genadegevende God. Om die God niet meer te kunnen missen. Daarom wordt dat volk, dat worden geen hemelzoekers hoor. Nee, dat worden ook geen rustzoekers. Dat worden Godzoekers. Die kunnen alles missen als ze God maar tot de deel hebben. Hoort u het? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. En al zijn weldaden aannemen. De Heere breekt als ware de hand open. Hij zegt hier, dat is van mij. En dan doet die hand weer dicht en dan hebben ze het. En dan krijgt niemand het er meer uit. Dan zal geen leed het ooit meer uit hun geheugen wissen. En dan hoef ik echt niet naar de buren te gaan. En ik hoef echt niet naar de dominee te gaan. En ik hoef echt niet naar een bekeerde man of vrouw te gaan om te vragen of dat van God is. Want wat ik van God gekregen heb, weet ik dat van God was. Waarom? Omdat hij er zelf bij was. En wat ik van God krijg, daar geeft hij gelijk geloof bij. Dat is het, die hand die als het ware zelf dichtknijpt. Want anders zijn ze nog in staat om te zeggen, Heere, is dat voor mij? Dan kunnen ze het vanwege de grootheid soms niet eens geloven. Dan gaan we verder. Dan staat er, wat is een waar geloof? Hoor je? En waar geloof, dat is dus een gekregen geloof. En van God geschonken geloof. Een geloof waar je het je helemaal niet om te doen was. Een geloof waar je nooit over nagedacht had. Want u was dood in de zonde en in de misdaden. Wat is een waar geloof? Dan gaat hij dat geloof beschrijven. Het is in de eerste plaats een stellig weten en kennis. Waardoor ik het alles voor waarachtig houd. Dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Mag ik het in één woord zeggen? Dat is eerbied voor Gods woord. En dat heeft de Heilige Geest in het hart gelegd. De Heilige Geest is de auteur van Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. En nou is die Heilige Geest van binnen komen wonen. En dat is zo'n eenheid, dat ze houden van die God en ze houden ook van dat woord. Dan ga ik gelijk wat scherps achter zeggen hoor. Daarom kan ik het nooit begrijpen. En ik geloof het eigenlijk niet. Hoe iemand genade bespreekt en een nieuwe vertaling kan hebben. Ga nog een stap verder. Hoe iemand genade bespreekt en er aan mee kan werken. Dan zeg ik, jochie, wat is het?
Al leid je professor of al bij je dokter, je bent niks. Je bent een arm stakkertje, waardeloos iemandje. Waar haal je de brutaliteit vandaan om je eigen dat woord van God te vergrijpen? He? Ga je eigen verbeteren, dat is nodig. Maar dat woord van God, dat hoeft er nergens verbeterd te worden. En als er soms iets in stond wat je niet begreep, dan had je dat toch aan de schrijver kunnen vragen. He? Als je daar nou per se licht over wou hebben. Die Bijbel die moet, nee, die moet begrijpelijk gemaakt worden. Omdat ieder, ja, maar als ik die Bijbel begrijp, ben ik er dan. Wat is ermee bereikt? Is de kerk gaan groeien en gaan bloeien? Zeg het eens. We hebben nou een nieuw, wel, nee, ze blijven aan het rommelen. Weet je wat je nou krijgt? Dan heb je een Bijbel die de Roomsen en de Protestanten samen kunnen lezen. God wat en de hel wat. Het is wat, hè. Ja, maar dat heeft met geloof niks te maken hoor. Al praten ze nog zo rechtzinnig. Dat. Elke aanslag. Aanslag die zich tegen uw heilig woord verheft. Dat doet bij dat levende volk pijn. En als u geen pijn hebt, dan ben u niet levend. Dat is toch recht, hè? Oh. Gaan voor berachtig gaan. En het is niet zo dat ze het allemaal maar op de eigen toe kunnen passen. Wel, nee. Ze gaan eerst er vonnis lezen. En ze hebben zo'n eerbied voor dat woord. Dat ze al die vonnissen op zichzelf gaan toepassen. En de belofte zeggen ze, dat is voor Gods volk. Daar hoor ik niet bij. Dat is geloof. Wat? Te geloven dat je een zondaar bent. Dus de eerste daad is geloof. Zal u dat ook nooit vergeten? Het eerste wat ik ga geloven. Als God me van dood levend maakt. Te geloven dat ik een zondaar ben. Te geloven dat ik voor eeuwig verloren ga. Te geloven dat het helemaal niet goed met me gaat. Te geloven dat ik God kwijt ben. En dat geloof dat is een zeker weten. Waarom? Omdat God het zegt in zijn woord. En al is het dat ik het niet altijd thuis kan brengen. Dat de kerken Gods het niet altijd verklaren kan. Maak ik wat vragen. Heb je die Bijbel wel eens gekust? Heb je hem wel eens aan je hart gedrukt? Heb je hem wel eens met je tranen nat gemaakt? En zal ik u het geheim ervan vertellen. Ik heb gezegd, als het God een mens opzoekt en hem van dood leven maakt, dan komt dat. Omdat hij van eeuwigheid in Christus is uitverkoren. En nou kennen ze in die eerste tijden van de Heer Jezus niks. En toch dat hart, dat gaat er naar uit. Ze weten er niks van hoor. Maar dat is nou de liefde tot dat woord. Omdat de Heere Jezus het vlees geworden woord is. En omdat nou de Heere Jezus de hoofdinhoud van dat woord is. Houden ze er zoveel van. Je moet bij Gods volk niet aan de Bijbel komen. Nee. Mag ik eens iets teers zeggen. Heb je soms thuis ook een kast. Met een paar oude Bijbels. Die stuk gelezen zijn. Die niet meer te gebruiken zijn. Maar die je toch niet op de as hemmen durft te leggen. Die je niet bij de oude kranten durft te doen. Ja, en heb je dat ook? Die liggen daar maar te liggen. Ja, dat doet zeer. Mag ik er eens wat tussendoor vertellen? Als student zijnde ging ik in Rotterdam nog wel eens naar de boekenmarkt. En daar stond een Jood. Waar ik veel van hield. We kon het goed met elkaar vinden. Die had eens een keer een hele mooie Bijbel. Maar u weet net hoe Joden zijn. Hè? Die vragen altijd tweemaal te veel. En hij vroeg een prijs. Hij zegt en. Ik zeg pak hem maar in. Maar hij zag het. Ik had het moeilijk. Hij zei waarom sta je nou te huilen? Ik zeg man. Zou ik op Gods woord af durven dingen? Dat kan toch nooit?
wat jij ervoor vraagt, is nog altijd te weinig. Ja. Geef nou ver niet hoe dat verder gegaan is. Oh, omdat ik het alles voor waarachtig houd. Wat de Heren in zijn woord heeft geopenbaard. En dan bij ogenblikken een vast vertrouwen. Terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart gewerkt. Dat niet alleen anderen. Maar dan is die een beetje gevorderd, ja. Ja, wat is er dan gevorderd? Kijk dit. Dan heeft hij al de oordelen in dat woord voor zichzelf leren ondertekenen. Ben u ook al eens zo ver geweest? Wat wil dat zeggen dat je het met God eens was? Dat hij voor eeuwig u van voor zijn aangezicht zou wegdoen. Dat hij eeuwig recht was. Dat er op de ganse aardbodem niet zo onbekeerd en onbekeerlijk mens rondliep, zoals u was. Dat je niet verwonderd meer kon zijn, als die je voor eeuwig van voor zijn aangezicht wegstootte. En toen op dat dodelijks tijdgewicht, als ware bij de rand van de hel worden weggehaald, door de Heilige Geest en gelegd, aan de voeten van die lieve Heer Jezus. Kent u daar wat van? En dan niet in een visioen, maar door het geloof. Want het geloof dat opent de ogen. Het geloof dat doorboort de oren. Het geloof dat breekt de mond open. Hebben we wel eens door het geloof de Heer Jezus mogen zien. Ja, het verstand laat na. Stil maar, probeer het maar niet met je verstand te begrijpen. Dan zeg je, maar dominee, het is toch al bijna 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus op Golgotha is gekruisigd. Ach, wat wilt u? Was er voor het geloof tijd? Is er voor het geloof afstand? Wel, nee. Er is voor het geloof niet zo mogelijk. Voor het geloof is het zelfs mogelijk. Dat zal ik u bewijzen uit Gods woord om die lieve aanbiddelijke Heere Jezus te zien zitten aan de rechterhand des Vaders. Luister maar Steven en zag hem staan, als het ware aan de hemel ingang, gereed om zijn ziel te ontvangen. Het geloof dat kan soms gemeenschap hebben vanuit de strijdende kerk met de triomferende kerk, ga ik je ook bewijzen. De apostel zegt of dat het nou in het vlees of buiten het vlees gebeurd is, ik weet het niet. Ach, als het geloof eenmaal gaat werken, valt er niks meer te verklaren. Hij zegt, maar dat weet ik wel. Dat ik onuitsprekelijke dingen gezien heb, ja. Je zal zeggen, ja, dat was Paulus. Maar diezelfde God leeft nog. Diezelfde God geeft nog wel eens gemeenschap der heiligen. Diezelfde God haalt de ziel nog wel eens boven het ruisende ellendeleven hier op aarde uit. Om eens even te mogen zien. Ja, wat die dichter zegt. Ik zal straks ontwaakt uw lof ontvouwen. Uw in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Ja, dat woord. Door de Heilige Geest toegepast, dat niet alleen anderen. Dat is wat. Heb je het wel eens mogen geloven dat het ook voor u was? Mag ik het anders vragen, heb je het wel eens moeten geloven? Want dat is eigenaardig. Als je wil geloven, lukt het niet, hoor, want het is geen mensenwerk. Geloof is een godsgave. Maar als die het geeft, is het eeuwig onmogelijk om het niet te geloven. Ja. Dan zegt de apostel, wie zal mij nu nog scheiden van de liefde van Christus? Als dat geloof gelegd is en door Gods geest werkzaam, ja, dan ligt het zo vast. Dan is het die vaste grond die van geen wijken. En waarom? Omdat dat geloof in God vast ligt. Dat is in hem georiënteerd. En als ze dat is mogen behoeven. Oh,
dan staat het allemaal zo vast. Dan staan ze te zingen op de brandstapel met een uitgesneden top. Dat is gebeurd. Door het geloof. Dan. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. En dan zegt hij het zo kernachtig. Uit louter genade. En dan wat nog meer? Alleen. Alleen om de verdiensten van Christus wil gaan samen zingen. Uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchten schaar, houd moed. Hij is getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Psalm 27, het zevende vers. Des geloofs wat vast ligt in het binnenste heiligdom. Zie u. En wordt het menselijke leven niet vaak vergeleken bij een scheepje op de levenszee, waar de golven, waar de baren zo vaak hun benauwde ziel vervaren? Ja, maar ik heb gezegd,
Dat geloof is een gave Gods. En wat van God is, kan nooit meer stuk. Dat gaat niet. Zie het in gedachten voor je. Dus dat kind van God, dat is net een schip op de zee, wat vaak voor de wind gaat, maar ook vaak midden in een vliegende storm verkeert. Maar toch, dat anker, dat ligt vast. Dat is geen menselijk anker. Dat is geen menselijke ketting. Dat zijn de ketenen van Gods liefde, nietwaar? Liefdekoorden. Die gaan nooit meer stuk. Kijk, en dat is nou de oorzaak. Dat een kind des Heren kan nog zo ver afgedwaald zijn. Hij blijft aan God verbonden. Ja. En laat nou eens eventjes de rij van verschillende Bijbelheiligen, maar juist van verschillende geloofshelden, aan uw aandacht voorbij gaan. Want ik wil er juist op wijzen, omdat daar in het geheim verklaard ligt. Dan een kind van God nooit meer van God los kan komen. Al zal dat nieuwe leven soms bij ogenblikken nog zo diep onder de as liggen. Ah, ga eens kijken naar een paar voorbeelden. Ik zie in gedachten, zie ik Noach dronken in zijn tent liggen. En dan zegt het verstand en de vrome mens, zeg, is dat nou een kind van God? Ja. Want die man heeft geloof en die ligt verbonden aan een drieënige God. Aan een verkiezende Vader. Aan een verdienende Christus. En aan een toepassende Heilige Geest. En dat drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Jacob. Ik noem zomaar een paar namen hoor. Jacob, jongen, wat doe je nou? Je oude vader bedriegen. Jacob, ik weet het zeker, heeft het hier helemaal niet naar zijn zin. Jacob heeft daar nooit lekker gestaan. Is dat nou een kind van God? Ja. Die man heeft geloof. Neem een grote stap, Simson. We hebben het de laatst nog eens over gehad. Simson, jongen. Nou heb ik toch gezien dat het die hoer om je leven ging. Heb je al drie keer bij je op het nippertje nog weggekomen. Waarvoor zoek je ze nou nog op? Simson. Dat een kind van God. Door het geloof heeft Sip, hoor je het? Hij heeft geloof, hoor je het? In zijn sterven meer vijanden gedood dan in zijn leven. Simson, een kind van God. Ja, en als u beter bent, kan je niet zalig worden. Want als het goed is, is het je broer. Ja. En als het heel erg goed is, zal het nog een wonder wezen. Als hij straks boven binnen mag komen en aan zijn voeten terecht mag komen. Ja, dat is wat. Ja. Zal ik maar stoppen. Als je eigen nou naast Noach kan zetten. Naast Jacob, naast Rachab door. Naast Simson, naast David. Kom, zeg het maar, zeg het maar. Die mensen in de diepste punten van de leven. O God met mij. Mijn mijn is nog veel erger. Ja. En toch geloof. Wat is dat volk gelukkig, hè? Daarom worden ze zalig. Niet omdat ze het zelf willen. Maar omdat God het willen. Dat is zo wonder. Daarom is zalig worden een goddelijk wonder. En daarom zal hun onbezweken trouw van die God nooit hun val gedogen. Hij haalt ze er altijd weer uit. Omdat ze vastzitten aan dat drievoudig snoer wat niet haast verbroken wordt, maar nou wat anders.
Het is niet altijd narigheid hoor. Ik heb gezegd dat anker der open, dat ligt vast in het binnenst heiligdom. En hoe meer dat volk nou in dat geloof geoefend wordt, hoe meer ze krijgen te weten wie God is. Jazeker. Ze beginnen met een liefde tot een onbekende God. En als ze nou in dat leven des geloofs, dat zaligmakend, weet je wat zaligmakend wil zeggen, wat zalig is, dat is vol van God. Dan worden ze al meer ontledigd aan zichzelf. Maar dat geloof, dat leert ze kennen. Die drie enige God, hoor je er weinig van, hè? Ja. Er wordt maar zo'n beetje door elkaar gerommeld. Maak een paar tere vragen stellen. Zomaar, zomaar. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om jezelf eens te toetsen. Er is een drie-enig God, nietwaar? Waar de anker des geloofs in vast ligt, dat is dat binnenste heiligdom. Kent u de Vader? Ze hebben het in onze dagen wel zo vaak over Vader. Ja, onze Vader die in de hemel is. Dat wordt er maar afgerammeld. Maar kent u Vader? Is die uw vader? Heb je al eens contact gehad met die vader? Heb je wel eens in dat hart van die vader mogen kijken? Heb je jezelf er wel eens in terug mogen vinden? Dat zijn vragen. Dat zijn vragen. Leg ze de neren eens voor toe. Er is een volk. Dat volk wordt steeds zeldzamer. Wat daar antwoord op kan geven. Ik zou nog wat willen vragen. Kent u de Heer Jezus? Kent u hem zoals hij geboren is? Kent u hem zoals hij gestorven is? Kent u hem zoals hij is opgestaan? Kent u hem zoals hij ten hemel is gevaren? Dan zeg je, ja maar wat is dat nou toch allemaal? Ach, want als de Heer Jezus ten hemel vaart, neemt hij zijn volk mee. Heeft u wel eens meegenomen? En heeft u wel eens thuisgebracht als een reine maag, zonder vlek en zonder rimpel? Mag ik nou nog wat vragen? Kent u de Heilige Geest? Het is de eerste persoon die werkt, we hebben het gezien. Hij kwam toch mee met dat woord, om dat volk levend te maken. Om ze uit die pijloze diepte op te halen. Het is de laatste die toepast. Het is een trooster. Hij blijft bij dat volk. Kent u hem? Ja, en dat bedoel ik niet, heb u wel eens wat erover gehoord of erover gelezen. Maar die Heilige Geest, die verenigt met dat goddelijke wezen. Het is niet te verklaren. Eén wezen, drie personen. Maar toen bij dat thuiskomen, ging getuigen dat je nou een kind van God was. Heb je dat van binnen wel eens gezegd? Nou, en dan moet je als een kind van God gaan leven. Mag ik het zeggen? Mag het voor één keertje? Het wordt meer sterven dan leven. Nee, niet over God klagen. Dat hebben ze niet. Die God die valt altijd mee. Als ze slaag verwachten, zoent hij ze vaak. Die verstaat het. En ze moeten over zichzelf klagen. En daarom valt het altijd steeds weer mee. Dat nou zo'n God, dat nou die God. Met zulke schepselen te maken wil hebben. En hebben ze bij ogenblikken behoefte aan om daarvan te getuigen. Om van dat geloof belijdenissen. Dat is belijdenis des geloofs. Durf gerust te zeggen wat er vandaag aan de dag in die zogenaamde kerk afspeelt. Is geen belijdenis des geloofs. Ze staan allemaal te liegen. Geloof dat als er leven aan je ziel is, dat je aan geen ene kerk meer verbonden kan zijn. Staan te liegen. Het is geen belijdenis des geloofs, het heeft er helemaal niks mee te maken. Maar Gods volk mag de geloof wel eens belijden. En dan beginnen ze te belijden van wat ze hier van binnen gekregen hebben, om te geloven.
Wat is dat? Een vader en onze schepping. Daar ligt de herschepping in. Een zoon en onze verlossing. En de Heilige Geest en onze heiligmaking. En weet je waar dat volk zich dan in thuis voelt? In dat ene zinnetje. Daar ligt dan heel de geloof en heel de leven in verklaard. Enerzijds niet ons, dat hebben we vanmorgen gezien. Maar anderzijds, drie ene God. U zij al de eer. Dat is belijdenis des geloofs. Amen. Heren, zou u ons dan iets van dat geloof willen geven? U zegt tegen de discipelen, als ze het hadden als een mosterdzaadje, dan zouden ze al bergen kunnen verzetten. En toch uw kinderen mogen vaak zonder dat ze het weten, die bergen verzetten. Heere, leert ze het zien. Opdat ze op u leerden steunen en op u leerden leunen. Ontkracht ons maar aan onszelf. Opdat we al onze hulp van u zouden verwachten, ga u met ons door onbekende toekomst in. Bewaar ons voor de zonde en een onvoorbereide dood. Om uw lieve zoon Jezus wil, door den Heilige Geest. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 119, het derde vers. 119 vers 3. O schoon gij mij duld van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, kiel dan uw wet, dan leef ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekken. 119 vers 3. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.